Vandaag is de 7e editie van Culture Candies. Op deze dag maken brugklasleerlingen van diverse scholen kennis met 10 Vlaardingse culturele instellingen. We zijn nu bij een van deze instellingen, namelijk Museum Vlaardingen. Waarom is het belangrijk dat kinderen kennis maken met kunst en cultuur? Nou, dat is zonder meer belangrijk, want het is een stukje van je leven. Ik had er vanochtend nog met mijn collega's hierover. Vroeger heb ik dat zelf ook gehad. En dan denk je, nou, dat is niet zo leuk als je op deze leeftijd bent, tussen de 12 en de 16 jaar. Maar dat vergeet je nooit meer, dat je op zo'n schip geweest bent. Dat je dan de elementen meekrijgt zoals het vroeger gewerkt werd. En dat geldt voor de kunst in het algemeen ook. Schilderijen, als je een museum gezien hebt. Ja, in eerste instantie denk je, nou, wat moet ik daarmee? Maar later ga je dat wel herinneren als een leuk stukje van je leven. Dus dat is wel erg belangrijk dat kinderen, en zo'n schoolproject. We krijgen vandaag geloof ik dikke 300 à 400 van die schoolkinderen. Nou, dat is perfect. En zeker op zo'n schip. Buiten een informatief dagje, is het ook een soort van reclame voor de locaties? Ja, zonder meer. Want dat geef ik al aan bij de inleiding als ik de kinderen op de wallen ontvang. We hebben in juni hebben we het Loggenfestival. En dan hebben we veel meer tijd om hun aandacht te geven en wat meer te laten zien. Want in een kwartiertje, het is natuurlijk ontzettend leuk. We willen het tussenruim laten zien. Ze gaan het voor onderin, ze zien waar de mensen geslapen hebben en dat soort dingen. Dus het is duidelijk een stukje promotie van de Balder. In combinatie met het museum. Want ga je de Balder op en daarna naar het museum, dan zie je daar ook weer de elementen terugkomen die heel belangrijk waren voor de vissermannen en hoe het vroeger geleefd werd. En dat is dan een leuke combinatie hier aan deze twee. Ik vind het namelijk, er wordt een blik opengetrokken aan kunst en cultuur. En als je zo om je heen kijkt, wij zijn van de Internationale Vos. En onze school, ja, dat is een school van nieuwkomers. En als je dan nieuwkomer en culturen met elkaar matcht, ja, dit is fantastisch.